Hey iedereen! Dit is een uh, bijgeleverde video die ik uh, meegeef met de les. Uh, eventjes om alle principes nog even door te uitleggen en uh, even kijken of jullie alles terug kunnen vinden. We uh, gaan met een workflow bezig en dat is een van de meest simpele 3D-workflows, uh, die heel erg aansluit op modellen zoals deze. Dit model is precies met dezelfde workflow gemaakt, ook in een hele korte tijd. Deze heb ik. Uh, Laatst voor de uh, vooropleiding die ik les geef. Um, echt in een, een middagje gemaakt, geloof ik. Dus dat is heel snel uh, toe te passen, heel snel te gebruiken. Uh, vandaar dat we deze workflow dus ook als eerste doen. Dit is de meest eenvoudige workflow, en er zitten een aantal uh, tools in die je behandelt. Een aantal stukjes pipeline en workflow die we later gaan uitbreiden. Met bijvoorbeeld meer sculpting erbij, met retopologizing. Uh, retopologizing nogmaals een term die ik waarschijnlijk in de les al behandeld heb. Um, maar dat gaat voornamelijk over het feit dat als je straks een model hebt dat er heel mooi uitziet in high poly, dus in Zebrus bijvoorbeeld gesculpt is, dat je dat dan ook weer uh, kunt vertalen naar een low poly model. Waarover je dan um, de high poly als een normal map zou kunnen bakken. Um, dit model bestaat uit een uh, aantal maps. Ik zal eventjes wat dingen laten zien. Uh, hier heb je de base color bijvoorbeeld. Dat is een texture map. Uh, metalness, roughness, normal map. En normal map, dat is het belangrijke. Want op het moment dat ik hem dus uitgooi, die normal map en allerlei andere maps, dan zie je dat er heel veel detail en voornamelijk ook schaduwdetail, surface detail, detail wegvalt. Dus die normal map die willen we uit de high poly gaan halen, uit de sculpt uh, vanuit zbrush. En die willen we op de low poly plakken, want we vinden het wel fijn dat er een low poly model is. Dat is fijn voor game engines, etc. Um, maar we willen dus ook dat het een, low poly, of dat het een high poly uh, image is. Dat het uh, eruit ziet alsof het een high poly is. Um, dat zie je in AAA-games natuurlijk ontzettend veel. Um, modellen die er fantastisch uitzien, waarvan je zoiets zegt: van hier zitten waarschijnlijk miljoenen polygonen in, want er zit zoveel detail in. Terwijl dat vaak redelijk low-poly model is dat gewoon heel goed getextured is en een hele goede uh, hoge resolutie uh, normal map eroverheen hebt. Dus daar gaan we mee bezig. We gaan het echter veel simpeler houden dan dit geweer. Dit geweer is um, natuurlijk ook iets wat ik als demootje een beetje snel heb gedaan, um, maar we gaan het eigenlijk veel simpeler aanpakken. We gaan namelijk, hier zie je links bovenin, uh, de stappen doorlopen en heel snel, Heel simpel, maar ik ga jullie heel snel even laten zien wat precies de verschillende stappen zijn. Met een dobbelsteen. Uh, dit wordt een six-sided dice, dus een d6. Uh, d6. Um, we gaan morgen, en ik uh, record dit woensdag, uh, voor de eerste les, gaan we bezig met uh, een uh, munt. En een munt is natuurlijk net zoiets als een dobbelsteen. Het is een vrij simpele vorm, het is een vrij... Basale vorm, maar wel met wat surface details, etc. Dus dat is een perfecte um, trial voor het maken van een model, een mock-up, en dus ook een low poly-al, een low poly-versie die je in de game gaat gebruiken, en uh, een high poly-model waar wat details op komen. Nou zie je hier wat um, cijfers, etc. op de zijkant, en ik, dat kun je doen. Uh, je kunt allemaal numerieke cijfers gebruiken. Ik ga er puntjes voor gebruiken. En ik ga het net eventjes wat anders maken dan deze zijn. Um, puur vanwege de eenvoud ook en vanwege uh, het feit dat ik er net iets meer smaak aan kan toevoegen op die manier. Um, maar het begint een beetje te lijken op die. Morgen heb ik voor jullie, uh, of tijdens de eerste les dan, um, ik weet niet wanneer jullie hem kijken, heb ik ook uh, een referentieplaat voor jullie. Dus dat is een stukje concept art van een muntje. En dat muntje dat gaan wij dan maken. Maar voor nu is het even een dobbelsteen. Um, ik ga eventjes naar Maya en dan uh, gaan we gewoon langzamer beginnen. Oh, vooraf. Um, wat ik nog eventjes wil doen is eventjes de stappen doorlopen met jullie. En daar heb ik eventjes een plaatje voor voorbereid. Um, namelijk dit. Jullie zijn als het goed is begonnen al bij Stefan. En daar gaan jullie volgende week ook veel meer mee verder, et cetera. Um, en sowieso in de volgende lessen gaan jullie allemaal concepten maken. En concepten, dat is natuurlijk iets wat je van tevoren wil hebben. Dat kun je bij het proces betrekken en dat zul je ook gaan doen op het moment dat je er veel mee bezig gaat. Uh, maar voor nu heb je als het goed is al een concept. Uh, sowieso bij mij, de eerste les, krijg je gewoon natuurlijk het concept van een muntje. Wij hebben nu het concept van een dobbelsteen. Vervolgens willen we door naar een mock-up en uh, modelingfase, de modeling fase. De Um, hoe wij deze pipeline aangepakken, en dat is de, nogmaals de meest simpele pipeline, de meest straightforward pipeline, is: we gaan eigenlijk vanaf uh, de modelingfase hebben we eigenlijk al het eindresultaat betreft silhouet, betreft vorm. Um, dus we gaan er in zebrus bijvoorbeeld in sculpting niet meer idioot veel dingen op aanpassen, behalve surface details. Dus we gaan hem detailleren, maar we gaan hem niet meer in vorm aanpassen. Dat betekent dus dat onze mock-up. Wat dit zou kunnen zijn, deze achthoek. Of wat is het? Ja, achthoek. Um, dat die eigenlijk vrijwel uh, uit moet gaan worden naar zoiets. En dit zou bijvoorbeeld een goede mock-up kunnen zijn van. Uh, en een low-poly-versie van de munt. Waarschijnlijk wordt het een munt, zoals ik hier een beetje heb getekend, uh, met dus een ingaande rand. Um, dus die willen we erin hebben. Maar voor de rest hoeven we geen extra detail erop te hebben. We hoeven die dingen op de rand bijvoorbeeld helemaal niet te maken. De ribbels. Uh, zoals je op een munt vaak hebt. Um, ook al ga je met T-lantijnen werken en weet ik het allemaal. Bloemenmotieven en van allerlei toffe uh, cijfers en letters erop, et cetera. Dat hoeft allemaal niet in de low -poly te zitten. De low -poly is echt de kale versie. Dus als ik terug naar het geweer nog een keertje: de low -poly is deze. Als ik even naar een ander model ga. Even zien. Deze bijvoorbeeld. En ik pak hier de looppoly van. En dan zie je, de looppoly is heel simpel. Al dat detail op het hout bijvoorbeeld hier zit er gewoon helemaal niet in. Dat is helemaal prima, want dat gaan we allemaal met de normal map doen. Dus looppoly moet betreft silhouet et cetera al. Perfect zijn, moet eigenlijk al het eindresultaat zijn. En de looppoly gaan we ook doordragen naar dus de game engine in het hele late einde. Vervolgens gaan we die looppoly uh, UV unwrappen. En UV unwrappen, dat gaat over het feit dat je hem opknipt. Uh, je moet bijvoorbeeld denken aan een, uh, een, zo'n zo huisje dat je vroeger misschien wel eens maakte van papier, zo'n zo bouwkaart. Uh, en die moest je dan knippen en die moest je dan in elkaar zetten. Nou, die uitgelegde plaat, want we willen natuurlijk op een platte plaat kunnen texturen. Um, uitgelegde plaat is de UV unwrap. En dat moet even netjes gebeuren. Um, want hoe minder edges je hebt, hoe minder stretching en hoe minder gekke dingen je krijgt. Of hoe minder um, edge je krijgt. Uh, je hebt bepaalde shaders bijvoorbeeld die daar moeilijk mee doen. Je hebt um, het feit dat. Uh, als je met de hand gaat texture, dus bijvoorbeeld in Photoshop, dat dat lastiger wordt. Um, dus hoe minder edges eigenlijk, hoe minder cuts je maakt, hoe minder snedes, hoe beter. Um, nou wil je die snedes natuurlijk ook op logische plekken hebben. Dus ik heb bijvoorbeeld hier, als ik een munt bijvoorbeeld heb. En daar zal ik zo meteen nog overheen gaan in 3D dan. Um, maar als ik een munt heb, wil ik het nou, natuurlijk op de randen hebben, want daar zit een hele logische snede. Tevens is dit ook al een compromis, want... Um, hier bijvoorbeeld, die opstaande rand die ik hierin ga hebben, die heb ik nu platgelegd. En dat is al een compromis. Maar dit is ongeveer waar we mee bezig gaan. En dat zal ik zo meteen nog gaan behandelen. Vervolgens willen we verder naar sculpting. Daar willen we wat surface details nog gaan maken. En we willen bij deze workflow specifiek, um, en daar komt dus dat retopologizer uh, terecht, waar we deze week dus niet mee bezig gaan. Deze les niet mee bezig gaan. Um, willen we specifiek alleen maar op service details gaan. En dat houdt dus in dat het silhouet 100% hetzelfde blijft. Of 99%. Je kunt er wel iets van afwijken, maar niet te ver. Um, en dat je op, het, uh, op de vorm zelf allerlei details kunt aanbrengen. Je kunt helemaal losgaan met allerlei gekke. Uh, nogmaals, bloemmotieven, cijfertjes, lettertjes. Allerlei leuke dingen die je misschien zou willen. Um, we gaan het niet te gek maken nu. Uh, we gaan echt alleen maar, tjes, of alleen maar voornamelijk voor deze. Tutorial. Um, ga ik uh, wat puntjes erop zetten, et cetera. Dus wat uh, puntjes in de zin van uh, hoeveel ogen je gooit, uh, misschien wat leuke krasjes of zo. Ik ga het niet te gek maken. En met de munt hou er ook rekening mee. De munt wordt ook heel simpel. Maar dat zul je tijdens de les waarschijnlijk ook uh, al gehoord hebben. Verder willen we gaan baken en texture. En baken en texture, dat gaat over het feit dat je um, het is dus bezig gaat met uh, de high poly die je hier hebt gemaakt in je sculpte, over de low poly die je hebt gemaakt in Maya gaat pakken. Dus je wil de detail van de high poly zien als een normal map op een low poly model. Vervolgens wil je natuurlijk ook gaan texturen en dat is waar je weer heel creatief kunt gaan worden. Dan kun je allerlei goudtextures textures opgooien of uh, je kunt een halve houten munt maken met wat glas erin. En je kunt helemaal losgaan. Je kunt allerlei velden erop gooien. En dat zal ik in de les ook waarschijnlijk laten zien of hebben laten zien. Uh, en misschien aan het eind van deze tutorial ook wel. Dus daar gaan we mee bezig. Uh, maar dat is een creatief werk. Daar, uh, daar kan ik alleen maar suggesties over doen. Nou, vervolgens uh, gooi je het naar Unity. Dat zijn de stappen die we willen gaan ondernemen. En ik ga dus een dubbelsteen maken voor jullie vandaag. Um, ik heb Maya als het goed is al aan. En het eerste wat ik wil natuurlijk. Ik zal eventjes mijn reference een klein beetje wegslepen. Um, het eerste wat ik wil is. Nou, die vorm een beetje ontleden. Wat gebeurt er met die vorm? De, hier zien we een kubus basically. Met een soort indent. Dat wil ik wel. Ik denk zelf dat ik hem wel wat veel, meer wil afronden. Ik denk dat dat tof is. Dus ik ga voor een kubus eerst. Je kunt natuurlijk hier in Maya. Uh, op het moment dat je in een modeling. Workflow zit hier. Body modeling. Kun je hier gewoon kubussen aanmaken. Je kunt dat ook op allerlei andere manieren. Um, maar ik heb het zo gedaan. Kubusje aangemaakt. Nou, daar hoef ik er verder niet heel veel bijzonders aan, want deze kubus is eigenlijk gewoon al redelijk richting een dobbelsteen. Wat ik wel wil, is. Uh, je kunt natuurlijk bijvoorbeeld beslissen hier in het begin. Om er allerlei subsurfaces in te gooien of subdivisions. Um, dat is voornamelijk als je inderdaad er een gecompliceerder model van wil maken. Dat zullen we met een munt waarschijnlijk ook gedaan hebben. Um, maar dat is nu niet zo belangrijk, zeker niet bij een, uh, bij een kubus zoals een dobbelsteen. Wat ik wel wil is, ik wil de randen wat afgerond hebben. Dan ga ik daarvoor de edges selecteren. En dat kan ik heel makkelijk doen door hier rechtermuisknop muisknop te klikken. Of op het model of in het niets, maakt niet zoveel uit. En dan... In te houden en dan naar edge gaan bijvoorbeeld. Alle edges te selecteren. En dan heb ik hier bij mesh. Even kijken. Uh, ja, edit mesh. Menu is hier bovenin. Heb ik de bevel tool staan. Klik ik daarop. Dan zie je dat hij iets gaat doen. Nou is dit wel heel extreem. Dit is bijna meer een bal. Dus ik wil hem eigenlijk uh, hier rechts wat aanpassen. En ik denk dat ik hem. Uh, nou, zoiets laat. Zoiets misschien. Ja. Ik denk dat het leuk is. Vervolgens wil ik die indents gaan creëren. Je ziet hier die vlakken die naar binnen gegooid zijn. Dus ik ga hier de face selecteren. Zo. En dat deed ik weer op dezelfde manier, trouwens. Op het moment dat ik hier in het niets klik, kan ik ook naar face. Dus je kunt naar edge, je kunt naar face. Je kunt naar object. Object is voor het hele model. Als je het hele model wil aanpassen of verslepen of vers uh, vergroten of wat dan ook. Uh, vertex kan zelfs, dat zijn dus de puntjes. Dus uh, it's up to you. Ik, ik, ik selecteer dus alle faces die ik zou willen aanpassen. En dit zijn dus alle zesde faces. Alle zes de grote faces. Dan ga ik de extrude functie gebruiken. En de extrude functie dat gaat over het indrukken en uittrekken van vormen. Um, nou, maakt niet zo heel veel sens op het moment dat je dat zo hoort, maar dat uh, maakt veel meer sens op het moment dat ik het gewoon laat zien. Dus ik druk hier de extrude functie in. Er staat hier bovenin extrude. Als het goed is, kun je hem hier vinden. Het is het uh, zesde tekentje hier als het goed is. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nou, dan krijg ik een gizmo. En helaas zit er vaak de normale scaling. De globale scaling hier nog niet middenin. Dus wat ik dan doe is ik trek eerst eventjes ctrl-z en dan blijft die erin. Wat je dus kunt doen is deze faces bijvoorbeeld verplaatsen zo allemaal. Je kunt dus ook op het moment dat je dat doet gewoon dingen verkleinen. En de Extrude functie is eigenlijk voornamelijk bedoeld om faces uit andere faces te trekken. Maar zoals je ziet kun je dus ook faces in andere faces maken. Als je het op deze manier doet. Ik wil het ongeveer zo. En dan wil ik nog een keer op Extuur drukken, want ik wil het nu indrukken. Dus ik wil meer um, surface creëren die hier eigenlijk tussenin zit. Tussen deze face en deze buitenface. Klik nog een keer op Extuur. En dan ga ik hem move in plaats van vergroten. En je ziet wat er gebeurt. Nou, heel bazaal natuurlijk. En de meeste van jullie zullen dit al lang snappen. Dus dat, uh, daar gaan we vrij snel overheen. Maar dit is wel een beetje de basis. Dan vervolgens. Wil ik deze dobbelsteen. Die ik nu heb. En dit is eigenlijk al prima vind ik. Dit is eigenlijk al een beetje de dobbelsteen die ik wil. En die kan ik eigenlijk dus al richting zebras gaan gooien. Om wat detail op te gooien. Dat is fantastisch. Kunnen we snel verder. Um, wat ik nog wil is natuurlijk. Uh, en dat kun je later ook doen. Dat is nu niet zo super belangrijk. Uh, maar puur in het. Uh, thema of in het uh, teken van volgorde bewaren, is ik wil hem dus gaan uh, uv unwrappen En zoals we dat behandeld hebben, dat is het echt het openknippen. Uh, zoals je bijvoorbeeld bij een huisje van papier hebt, zoals je bij een, uh, nou, een blikje bijvoorbeeld hebt, stel je hebt een cola blikje, hoe ga je die nou openknippen zodat je hem plat kunt leggen? Uh, een van de moeilijkere dingen is natuurlijk als je met ronde vormen bijvoorbeeld gaat werken. Uh, en dan heb ik het niet over de, mun de munt, de munt is gelukkig heel makkelijk. Zoals jullie waarschijnlijk gemerkt hebben. Um, maar over ronde vormen heb ik het voornamelijk over gezichten of ballen of um, uh, nou, wat dan ook. Uh, echt dingen die echt rondlopen, mutsen bijvoorbeeld. Um, die worden wat moeilijker, want die moet je wat open knippen zodat ze plat kunnen liggen. Stel je zelf maar eens voor van je krijgt een tennisbal. Nou, hoe ga je die uh, naar open knippen? Een tennisbal is natuurlijk hol van binnen, dus hoe ga je die nou open knippen op het moment dat je hem helemaal plat zou willen leggen. Nou, dat is best wel een ding, want hij drukt altijd een beetje weer omhoog, et cetera. Uh, die materie die wil niet zo goed plat blijven liggen. Zeker wanneer je hem maar één keer bijvoorbeeld de midden knipt en dan probeert plat te drukken. Dan blijft het altijd van die hemisferes. Dus je moet hem altijd iets verder openknippen. Um, bij deze kubus, Dice, uh, is het echter vrij makkelijk. Wat ik ga doen is ik ga de UV-editor openen. En dat doe ik hier. Bovenin heb ik UV staan. UV editor. Klik ik aan. En dan krijg ik hier een raampje. En die zal ik even mijn scherm inslepen. Dan krijg ik dit raampje. Wat het belangrijke is van dit raampje om te weten. Is uh, het gaat over dit eerste vierkant. Dit eerste vierkant is je soort van je window. De rest eromheen. Doet het er niet nieuw. Dus hou daar rekening mee dat je het echt binnen dat eerste vierkantje probeert. Het is dus van 1, zoals je hier ziet, tot dan 1. Dat is je ruimte waar je mee mag spelen. Nu zie je dat die al enigszins uitgevouwen is en dat is het leuke van Maya van cubussen uh, die zijn eigenlijk sowieso al redelijk UV in red, maar ik ga hem eventjes verpesten. puur Zodat ik hem uh, overnieuw kan maken, dat kun je zelf ook doen door hier bij UV. En dan je model geselecteerd. Bijvoorbeeld op normal based te klikken. Doe je dat dan. Kijkt hij gewoon vanaf één normal face. Naar nou, het model zitten alle dingen weer in elkaar. Is die weer volledig. Niet unwrapped zeg maar. Wat ik nu ga doen is ik ga heel logisch kijken. Naar waar moet ik hem open knippen. Stel ik zou deze dus van papier willen hebben. Of deze zou van papier zijn. Hoe moet ik hem nou open knippen om hem plat te leggen en er een bouwplaat van te maken. Daar ga ik dus naar kijken. Nou, een logische zou natuurlijk zijn om via de edges te werken al. Want er zitten al een hoop edges uh, op de hoeken. Er zitten hier bij mij ook geen edges door het midden heen, dus dat is een hele, hele simpele. Wat ik ga doen, is ik ga deze edge volgen. Zo. En ik ga dat op de, zij, op de andere kant ook doen. Bij de munt zul je waarschijnlijk gewerkt hebben dat we de uh, munt ook op deze manier gevolg, gevolgd hebben. Uh, dus we hebben de munt waarschijnlijk op de rand van de munt gevolgd. Wat ik dan kan doen is ik kan hier over mijn UV-editor heen hoveren. En op het moment dat ik dat doe. Snap Maya dat ik daarmee bezig ben in plaats van met de scene. Als ik dan op Shift X druk. Er zit hier ook een tool voor. En je ziet dat dat Shift X is als shortcut. Dus leer alsjeblieft de shortcut, want dat is een stuk, uh, een stuk sneller werken. Maar hier bij Cut and sew, Dan kan ik katten: Shift X. En je ziet dat die lijn dikker wordt. Op het moment dat ik hem wegklik, zie je ook dat het een witte lijn blijft. Nou, dan heb ik twee cuts gemaakt. Eentje aan deze kant, eentje aan die kant. Dan wil ik nog ergens een cut in het midden hebben, want als ik dit plat wil leggen, ja, dan ligt die dubbel. En dubbel liggen is altijd fout bij uh, texturing. Want op het moment dat ik op één vlak ga texturen en dat ligt over een ander vlak heen, dan worden ze beide getextured. En dat wil je natuurlijk niet hebben. Het kan een hele bewuste keuze zijn, natuurlijk, wanneer je een object hebt dat je meerdere keren wil dupliceren. Dan kun je hem juist natuurlijk op één plek doen. Ik moet bijvoorbeeld denken aan een schroefje. Stel, je hebt een. Uh, volledige Tweede Wereldoorlog tank en die heeft honderdduizend schroefjes. Dan wil je maar één schroefje kunnen in de texture en dan zijn alle schroefjes getextureerd. Dus dan pleur je dat schroefje uh, gewoon over elkaar heen. Dat zou sens maken. Voor ons maakt dat nu geen sens, want we willen op elke phase een ander detailtje. We willen misschien zelfs oneven details. We willen misschien zelfs een smeur eroverheen van vuil of wat dan ook. Dus uh, we moeten allemaal zijn eigen plekje krijgen. Ook deze edge ga ik dus cutten, want dan knip ik hem helemaal open, zoals je ziet. Kunst is ook een beetje 3D nadenken over hoe ga je hem nou plat kunnen liggen. Shift X. En je ziet dat ik hier ook een edge heb gecreëerd. Wat ik dan nu kan doen. is een folder. En een folder houdt dan in dat hij hem gaat uitvouwen. Dat kun je met de hand doen. Dat kun je allemaal verslepen, et cetera. Ga ik nu niet doen. Ik ga het lekker simpel houden. Uh, het heeft allemaal zijn. Uh, voor delen. Je ziet hier bij modify zie je hier helemaal onderin uh, een fold staan. Dan kun je op klikken. Je kunt ook gewoon Ctrl-U doen. Kaartje aan, Ctrl-U. Veel makkelijker. Nou. Deze kun je ook gewoon verslepen. Deze kun je rechtzetten. Je kunt uh, daar ook je tools nog voor gebruiken, et cetera. Maar daar gaan we allemaal later mee bezig. Ik krijg een hele les over uv unwrapping en, en dat soort dingen. Wat ik nu gewoon wil is. Dat ik een beetje, uh, en dat is een van de belangrijke dingen van UV-erweppen, een beetje uh, efficiënt gebruik maak van mijn ruimte. Wat ik merk is dat bijvoorbeeld dit vierkant hier, hoe ga ik die nou zo goed mogelijk opvullen? Hoe uh, kan ik het ding neerleggen en dat betekent dat ik hem schuin kan doen? Misschien is die dan net iets efficiënter. Het scheelt niet heel veel, maar het kan. Uh, maar hoe kun je die nou het meest efficiënt opvullen? Want wat je je moet voorstellen is dat dit straks een 1k, 2k of 4k of zelfs 8k texture map wordt. Dit vierkantje. En die wordt je game ingeladen. Dus dat betekent letterlijk dat elke millimeter die je hier ziet, of elke unit die je hier ziet, verbonden is aan pixels op je UV-map. Um, op je texture map. Dus dat betekent ook. Um, dat dat gewoon een probleem kan zijn natuurlijk op het moment dat je uh, een karakter maakt, straks, en je maakt het hoofd zo klein, dan heb je echt maar een paar pixels voor een heel hoofd, terwijl je bijvoorbeeld een, een hand vijf keer zo groot maakt. Dan heb je een hele gedetailleerde hand, althans kun je een hele gedetailleerde hand maken, dan heb je maar een paar pixels om het hele hoofd uit te werken. Vaak zie je bijvoorbeeld bij karakters zelfs ook dat ze het hoofd heel specifiek dan nog een, op een aparte UV-map zetten. Dus dat ze voor het gezicht helemaal los kunnen gaan met de poly's. Echt een 4K map op het gezicht alleen maar kunnen plaatsen. Dat is heel belangrijk natuurlijk voor een karakter. Uh, om er goed uit te zien. En dat ze vervolgens het, de rest van het lichaam, een shirt bijvoorbeeld, dat iets minder belangrijk is. En voornamelijk dingen zoals de onderkant van de schoenen. Uh, vaak zijn broeken ook redelijk simpel, et cetera. Dat je die gewoon wat kleiner op een andere UV map gooit. En vaak, of soms zelfs nog. Uh, Hoewel dat tegenwoordig niet zoveel meer gebeurt met 4K-maps uh, en zo, uh, merk je dan dat uh, bepaalde assets ook echt kleiner worden weergegeven dan dat ze in vergelijking met elkaar zijn. Nogmaals, schoenzolen bijvoorbeeld ze kunnen iets zijn die je zo weinig aandacht schenkt uh, dat je ze expres nog kleiner maakt zodat je wat meer ruimte over hebt voor dingen die wel belangrijk zijn, zoals bijvoorbeeld handen, een shirt, uh, het haar van een karakter of wat dan ook. Dus tot zover. Uh, wat wij hiermee moeten doen is eigenlijk uh, dit. We hebben hem redelijk efficiënt ingedeeld. Kan efficiënter. Je kunt hem ook nog opknippen en dan kan hij nog veel efficiënter. Maar dat is een beetje de balans die je altijd hebt. Want dan krijg je weer seams. En hoe minder seams, hoe beter eigenlijk ook. Uh, dus in sommige pipelines bij bedrijven zul je zien dat die uh, bepaalde shaders, bepaalde dingen gebruiken die daar prima te tegen kunnen. En dan. Uh, Mag je zoveel seams en cuts maken als je wil. Uh, andere bedrijven zul je zien dat ze zo min mogelijk dat willen. Omdat ze allemaal willen handpainten bijvoorbeeld. Super belangrijk om daar uh, rekening mee te houden. Is uh, belangrijk om die balans ook te snappen. En per casus te kijken wat is handig. Ik ga voor zo min mogelijk seams. Want ik vind dat gewoon een fijne manier van werken. Ook omdat mijn uh, shell. En een shell noem je dit. Uh, De eenheid Zeg maar, dat is een shell. Dat deze shell één onderdeel is. Dus uh, mocht ik twintig modellen hier in mijn machine hebben en allemaal op één UV-map proberen te gooien, uh, wat tevens een texture atlas heet, uh, dan kan ik uh, zeker weten dat op het moment dat ik één shell versleep, dat ik dan ook dat hele model eigenlijk uh, versleep op de UV-map. Kan praktisch zijn, is gewoon een goede manier van practice. Um, wat ik vervolgens kan doen, en nu ben ik eigenlijk hier al klaar mee, is lekker deze wegdrukken. Wat ik nog wil, en dat is een stukje net gebruik van 3D, et cetera. is vervolgens mijn history deleten. Ik heb hier allemaal transformation history, omdat ik allerlei dingen heb gedaan met uittrekken, induwen, weet ik het allemaal. See dus history wil ik kwijt, en ik wil hem freezen op zijn nul. Nou, heb ik hem niet verplaatst, dus dat is niet zo belangrijk. Um, bij mij, maar het is een goede practice om dat wel te doen. Ik heb hem wel een beetje gescaled, dus dat is ook wel weer een scaling dingetje. Dat kun je bijvoorbeeld hier even checken. Maar nee, ik heb hem toch nog op 1 staan en ik heb hem hier ook op 0. Mocht je dat nou niet hebben, stel ik ga hem nou even vergroten, laat ik dat even doen. Kijk, dan heb je hier allerlei nummers staan. Mocht je hem nou gewoon op 0 willen hebben, wat echt de way to go is, zeg maar, op het moment dat je exporteert, zeker voor een Bedrijven, etc. die willen het gewoon netjes hebben. Freeze transformations. Dat staat hier. En dat staat ook. Even kijken bij Modify. Maar goed, het staat hier ook als icoontje. Dus ik gebruik het icoontje vaak. Freeze transformations. En delete history staat ernaast. En delete history staat ook in deze. Dus Edit. Delete all type history. Dat het allemaal doen, maar. Ja, weet je, ik heb uh, hier de iconen staan. Als het goed is jullie ook. Dus de lead history. En je ziet dat deze rij ook een stuk korter is geworden in één keer. Tegelijkertijd moeten we deze uh, asset nog een materiaal geven. We hebben uh, materialen. En dat zijn een soort van textures. Of tenminste die refereren naar textures. In elk materiaal kan een texture map zitten. Um, en we hebben hem nu nog op Lambert 1 staan. Zoals je ziet. Dat is de standaard waar eigenlijk al de assets die je creëert in Maya uh, mee komen. Lambert 1 is gewoon de default material. Wat daar het probleem van is straks, is dat als we 30 Lambert 1 hebben in uh, Unity, we hebben allerlei verschillende assets en die hebben we allemaal Lambert 1 gehouden, uh, dan krijg je de issue dat uh, op het moment dat je er eentje van doet, dus een texture map op deze gooit, dat alle andere Lambert 1's dat dan ook doen. Dus dan krijg je weet ik wat, uh, je D20 die krijgt ook de texture van de d et cetera. Moeten we niet hebben. Moeten we net even wat anders doen. Dus ik ga even, deze eventjes een uh, texture geven. Daarvoor moeten we naar de Hypershade. En de Hypershade is een, uh, een raampje speciaal voor textures. Kunnen we hier vinden. Als dus je hier helemaal naar boven gaat, dan heb je hier een soort bolletje staan, een soort oogje. Dat is de Hypershade. Kunnen we ook hier vinden bij Windows. Rendering editors. En dan zie je hem ook staan. Hypreciet. Klik ik op. Dan gaat hij dingen bedenken, hoop ik. Even kijken, wat is het nou moeilijk aan doen? Oh ja, dat kan zijn omdat ik mijn... Uh, dat is een ding van als je wel eens schakelt van scherm, dan uh, houdt hij de oude locatie wel eens. Nou, zien jullie dit ook een keer? Mocht dit bij jullie ook een keer gebeuren, dan weet je in ieder geval dat je je main display een keertje veranderd hebt, waarschijnlijk. Uh, even kijken. Hypershade. Ja, ik heb hem gevonden. Even overnieuw laden. Daar is hij. Dit is de Hypershade. En de hypershade. Die uh, doet niet heel veel. Behalve materialen doen. Behalve materialen maken. Je kunt hier ook allerlei shaders zelf nog aanpassen, etc. Want dat werkt met notes. Uh, gaan we allemaal niet doen. In ieder geval niet nu. Um, we gaan het heel simpel houden. Het enige wat we moeten doen, namelijk, is we hebben hier onze drie dingen staan. Dat zijn drie hele standaard materi materialen die we in onze scene gebruiken. Deze twee zien we zelfs helemaal niet, maar die zijn voor andere dingen zoals particles. En de Lambert 1 staat hier ook. Wat is deze hier? Ik zal hem even groot maken. Wat we nog willen is een Lambert 2 eigenlijk. En die willen we ook een ander naamje geven. Dus wat ik hier ga doen is in mijn lijst, even kijken. Ik zie hier Lambert staan. Als ik daarop klik, dan zie je dat hier bovenin een nieuwe Lambert erbij komt. Die ga ik direct even een andere naam geven. En ik noem hem D6-Material. Nou ja, maakt niet heel veel uit. Zo. En dan. Je kunt hem zelfs nog een kleurtje geven, et cetera. Als je dat nu wil, hoeft niet. Want we gaan naar allemaal texture, et cetera. Nou, dan heb ik D6-Material ga ik hem even weer wat kleiner maken. En dan selecteer ik mijn object wat ik wil. Wat ik de textures wil hebben op deze manier. Dan ga ik muisje op mijn D6 Material. Assign material to selection. Nou, wat je dan ziet, dan kan ik deze weer wegdrukken. Is dat hier, op het moment dat ik het model selecteer, zie ik in plaats van Lambert 1 D6 Material staan. History. Freeze. Freeze in history eigenlijk. Uh, en dan zijn we klaar voor het exporteren. Dus dan ga ik nu langzamerhand exporteren. Wat ik daarvoor nog moet doen, is naar File gaan, Export Selection. Dan gooi ik hem voor nu eventjes voorbij op de desktop hoor. Doe dat even voor jezelf niet, want ik ga deze natuurlijk gewoon lekker verwijderen en zo. Um, maar zorg dat je dit even goed stort in mooie mappen en zo. Dat is belangrijk. Een beetje, beetje huishouden voor jezelf. Um, voor de rest hoeven we hier niks aan te veranderen, dat is fijn. We willen deze als OBA exporteren, dat vindt Zebra fijner. Het is een heel kaal format eigenlijk. En we willen hem als FBX exporteren. En de FBX wordt ook ons eindresultaat. Um, dat is ook fijn voor uh, Substance Painter. Want FBX houdt bijvoorbeeld de filenaam van de materials bij zich en houdt allerlei andere dingen bij zich. FBX is een iets groter format. OBJ is een heel kaal format, het is echt alleen maar de 3D-vorm, zeg maar. Dus die willen we hebben, en dan noem ik hem uh, D6: lage streepje low, doe die laagstreepje streepje low uh, en lage streepje high. houd dat soort dingen trouwens ook een beetje in je uh, vaste ritme. Niet alleen is dat makkelijk zoeken straks en makkelijk uh, in een op op opslag zien. Uh, of het de low poly of de high poly versie bijvoorbeeld is, maar ook Substance Painter uh, heeft dat als standaard ding om dingen met elkaar te vergelijken. Dus dat is heel fijn. En heel veel bedrijven gebruiken dit soort syntax ook om uh, of dit soort naamgeving ook om low poly en high poly aan te duiden. Dus dat werkt altijd heel goed om gewoon laag streepje low of laag streepje high te doen. Ik noem hem laag streepje low en dan wordt het natuurlijk een punt obj. Nou, exporteren. En dan wil ik hem ook nog op dezelfde manier exporteren als .fbx. Daar komt weer allerlei andere informatie. over. gelukkig niks mee. Hey, nog steeds D6.low. Of D6 low Nou, dan hebben we de twee. En dan gaan wij nu verder met de. .obj, want we willen naar Gibrus. En dan ga ik eventjes Gibrus opstarten. Je ziet hem hier staan. Even kijken, Zeebrus. Yes. Nou, dan dus zie je Zeebrus verschijnen. Dan komt er altijd dit soort onzin. Dat is niet zo belangrijk. Je kunt dat ook volgens mij standaard uitzetten. Maar goed, dat is niet zo belangrijk. Klik het lekker weg. Dan krijg je ook dit. En hier kun je bijvoorbeeld als je zelf wil beginnen met Shibus, bijvoorbeeld en je wil gewoon even een beetje sculpten, kun je gewoon een bal pakken bijvoorbeeld om mee te beginnen. Of je kunt een, een hond pakken om mee te beginnen. Of wat je dan ook wil. Hier heb je allerlei dingen staan. Wij gaan er verder niks mee doen. Want wij hebben natuurlijk ons basismodel al. Dit zijn allemaal basismodellen. Open File. Wij gaan naar Desktop. En dan heb ik D6 Lauwen staan. Importeren. En dan zie je nog helemaal niks. Want we moeten het nog intekenen. En dat is een beetje een procedure waar Seabrush een beetje iffy mee is. Dus uh, let daar eventjes bij op. Wat we namelijk moeten doen. Is hem één keertje erin zetten. Eén keertje maar, dus. Want als je het tweede keer doet, dan begint hij te rotzooien. Dan begint hij nog een keer eentje, eentje naast te zetten, et cetera. En dat wil je niet hebben. Dus één keertje. En dan druk je direct op Edit. En dat staat hier bovenin. Hier heb je een aantal knoppen. En daar staat ook Edit naast. Edit Object. Klik. Heb je dat gedaan? Dan ben je eigenlijk in de clear. Want dan kunnen we er omheen gaan draaien. Zoals je ziet. Nou, dat is fantastisch natuurlijk. Kunnen we kunnen ook op F drukken om hem natuurlijk te focussen. De UI en de controls zijn wat moeilijk uh, achter te komen. Ik hoop dat we daar in de les ook eventjes wat aandacht aan hebben best besteed. Uh, maar dit is echt een beetje. Ja, je moet hier gewoon een beetje mee oefenen. Hè? Dit zijn gewoon van die hele simpele. Uh, ...control practices, dat je gewoon eventjes om een object mee moet rijden. Um, tevens heb ik dat waarschijnlijk in de les ook al gezegd, maar... ...ga gewoon eventjes hiermee rotzooien. Zeker wanneer je zo'n bol aanmaakt in het begin, bij Siebers. Je gaat gewoon een bol pakken en je maakt daar bijvoorbeeld een... Uh, ...een alienhoofd van, die geef ik heel vaak als tip. Zeker omdat een alienhoofd herkenbaar moet zijn als hoofd. Weet je wel, er moeten ogen op zitten en een neus, et cetera. Maar een alienhoofd mag ook... Volledig vrij zijn in vormen en hoeft niet te lijken op een menselijk hoofd. En anatomie is uh, super flexibel. Dus alienhoofden zijn fantastisch om als eerste demo-modelletje voor jezelf te maken. Wat je voor een alienhoofd trouwens nog wel wil, is als je die gaat maken, is dat je even de symmetrie aanzet. Want je wil natuurlijk je hoofd enigszins symmetrisch hebben, tenzij dat een bewuste keuze is. Um, maar dat doe je hier bij Transform. Bovendien, als je die open klikt, dan heb je hier onderin. Activate Symmetry staan. Kun je op klikken. dan kun je zelfs nog de axis en zo bepalen. Uh, wij gaan dat niet doen, want we hebben een dubbelzing. Uit. Wat ik nu wil doen. Uh, is ik wil een goede brush pakken. Waarmee ik uh, die gaten ga creëren. En ik heb nu de standaard brush en die is prima hoor. De standaard brush is fijn. Uh, maar ik wil eigenlijk. Een andere brush die daar net iets beter voor is. En dat is de Clay Build Up. Die staat hier naast. Als je hier je brushes opent, heb je allerlei dingen. Ook dit, hè? Um, voor een alien hoofd fantastisch om hier even gewoon mee te gaan spelen. Ga eens kijken wat ze allemaal doen. Ik raad bijvoorbeeld heel erg de Snake Hook Tool aan. Ik zal zo meteen trouwens eventjes wat dingen demoen. Is misschien veel makkelijker. Um, als ik een Clay Builder pak en ik begin nu hier op te tekenen tevens hier, um, ik heb de clay build-up dus gepakt net. En de clay build up is basically, je smeert ergens klei op of je haalt juist klei weg. Hangt er maar net vanaf of je subtractive of uh, additive doet. Um, die beide functies zitten erin op elke brush. Um, dus dat is maar net of je de alt toets indrukt of niet de alt toets indrukt. Uh, de alt toets staat voor het negatieve, uh, negatieve effect, zeg maar, van de brush. Um, Tevens hier pak ik een andere alfa. Want ik, ik heb nu een vierkante alfa. En ik wil hier even een ronde alfa, want dat lijkt meer op mijn stip. Ik kan hem ook wel heel hard maken, zo'n harde alfa. Een cirkel bijvoorbeeld. Maar goed, ik denk dat ik hem uh, een beetje zachter wel tof vind. Dan wordt het meer zo'n zo kratertje. En als ik hier nu mee begin te tekenen, dan ga je iets geks zien. Namelijk, er gebeurt niet zoveel. En wat er gebeurt is dat er poly's versleept worden. Dat komt omdat het model nog steeds heel low poly is. We hebben het model vanuit Maya gehaald. En er zijn maar 72 punten. En daar kun je natuurlijk niet mee sculpten. Dat is geen klei. Klei bestaat niet uit 72 vaste punten met daartussen vaste planes. Dus we willen zorgen dat het een beetje als klei aanvoelt. Nou, bij uh, Zebrush. Uh, even kijken bij Zebrush. Uh, die lichte versie. Um, kijk hoe heet die naam nou ook alweer. Nee dat maakt niet uit. Zebra um, Score Mini. Mini Light geloof ik. Um, daar. Uh, gebeurt dat met de brush. Op het moment dat je de brush verkleint. Past dat ook een beetje aan. Op hoe kleiachtig je model wordt. Volgens mij moet je daar nog wel even voor aanklikken. Ik zal er ook eventjes in de les. Uh, wat behandelen. Um, maar bij ZBrush normaal. Bij de echte ZBrush moet je hier naar Geometry. En dan heb je bij Geometry, als je een stukje naar beneden gaat. Dus dit zijn allemaal menu's die kun je open klikken zoals je ziet. Bij Geometry, als je een stukje naar beneden gaat, heb je hier Dynamesh staan. En Dynamesh staat voor Dynamic Mesh. Dat is mesh die dus aanpast um, op het model. Het wordt een soort van opnieuw erop geprojecteerd. Je moet het een soort van zien als een... Vangnet of een projectie van uh, uh, topology dat gewoon kijkt van hoe ziet het model eruit van elke kant en hoe projecteer ik hier uh, mesh overheen. Dynamesh werkt daar perfect voor. Dus we klikken op Dynamesh en dan zie je hier een minuutje verschijnen. Zie je hier de resolutie en voor het gemak met de meeste modellen zou ik hem gewoon eventjes op 128 laten staan. In het begin. Mocht je nou zoiets hebben van het is veel te weinig. Ik uh, heb bijvoorbeeld veel te weinig polies, um, waardoor het wel kleiig is, maar alsnog wel redelijk granulated. Um, dan kun je het altijd nog omhoog zetten. Dus daar gaan we zo meteen een beetje mee proberen. Maar voor nu ga ik op de grote Dynamesh knop drukken. Dus ik heb bij Geometry heb ik Dynamesh aangeklikt. En bij Dynamesh heb ik dan die grote Dynamesh knop. Klik. Wat je nu ziet gebeuren is eigenlijk helemaal niks, behalve hier bovenin. Ik heb 96.000 punten. En dat klinkt als veel. Dat is ook veel. Um, maar voor uh, Zbrush, uh, modellen waar je wel eens in Zbrush mee werkt, zijn soms miljoenen poly's groot. Dus maak je daar geen zorgen over. Je computer trekt dat waarschijnlijk ook prima. Uh, leuke test wel eventjes natuurlijk om te kijken hoe ver je kunt gaan met je computer. Dan weet je in ieder geval uh, waar je een beetje moet blijven. Uh, maar Zibers pakt dat ontzettend goed aan. Probeer dit soort modellen dan ook niet weer terug naar bijvoorbeeld Maya te gooien, et cetera. Want Maya vindt dat nooit leuk. Maya begint te schreeuwen op het moment dat je daar uh, te veel polys in gooit. Wat wij nu gaan doen, is we willen kleien. Daar kan ik, zoals je ziet, nu al mee beginnen. Je ziet nog wel dat het een beetje low poly is, het heeft een beetje die. Faces zoals je ziet. Dus ik wil het eigenlijk net iets hoger hebben dan dit. Ik heb nu 96.000. Ik denk dat ik naar 200.000 wil gaan. Dus voor de meeste assets is 200.000 ongeveer goed. Um, als je echt wil detailleren, inderdaad, dan ga je hoger. Um, maar ik zou zeggen 100 tot 200 tot 300.000 is ongeveer de, de richting waar je wil zitten. Dan zet ik mesh weer even uit. En dan zet ik hem hier op project. Als ik hem op project zet, namelijk, gaat hij overnieuw nadenken. Doe ik dat niet, dan gaat hij ook niet overnieuw nadenken, per se. Project. Ik zet de resolutie. Even op, nou, laten we een gokje doen: 300, 312. Dynamash. Nou, heb ik hem nu uh, blijkbaar, en dat uh, is iets meer dan ik uh, per se wilde, maar niet helemaal erg, want het is voor de demo natuurlijk prima. Ik heb hem hier op uh, bijna 600.000 gezet. En je ziet, dit werkt nog steeds prima. En als ik nu eroverheen ga peten, dan is het hart, hartstikke smooth. Hier kun je natuurlijk fantastische details allemaal meemaken. Wat je wel ziet op een gegeven moment, is dat als ik heel erg ga trekken aan dingen. Ik ga heel erg doorbrushen. En dat zul je zelf ook merken als je echt gaat sculpten. Ga je op een gegeven moment merken dat je eigenlijk opnieuw uh, geprojecteerd moet worden. Puur omdat je als je dit uit gaat trekken, dan ga je met diezelfde polygonen heel erg lopen trekken. En dan krijg je hele vage resolutie op dit soort punten. Zie je dat? Je gaat die resolutie, die ga je gewoon een soort van helemaal opgebruiken. Wat je dan kunt doen, uh, je kunt hem natuurlijk op project laten, uh, want dan projecteert hij een heel nieuw model. Soms wil je dat niet, soms wil je echt alleen maar dat hij dat onderdeeltje doet. Dan kun je project uitzetten en dan kun je met control ingehouden. Control staat voor masking en dan kun je allemaal masks natuurlijk mee maken op je model. Kun je fantastische, toffe details mee maken, daar gaan we zo meteen ook iets mee doen, denk ik. Um. Maar met dat masken buiten je model. En dat is een beetje een gekke, dat, dat maakt niet heel veel sens. Dat is iets wat je een keertje moet leren. Kun je hier een face maken, alsof je dus iets selecteert buiten je model. En wat hij dan doet op het moment dat je hem loslaat, is hij trekt hem gewoon opnieuw samen. Dus wat je ziet. Nog één keer. Dus daarmee maak je vaak nieuwe mesh. Op het moment dat je heel gek bezig bent geweest met je mesh creëren. Um, wat wij nu gaan doen, en dat is super belangrijk voor deze workflow nogmaals, is we willen bij onze basismodel blijven. We willen geen gekke dingen gaan doen. Um, het belangrijke is namelijk, is dat we het kunnen beken straks. En beken is een term. Uh, ook heb ik dat in de les waarschijnlijk op deze manier behandeld. Maar beken is een term dat gaat over het vergelijken van meshes. We willen dat die high poly mesh, deze die we nu aan het maken zijn, Straks uh, gebakken wordt op de low poly mesh. En wat daar het belangrijke aan is. Is dat dat sens maakt. Stel ik zou nu een hele grote brush pakken. En ik zou dit doen. En ik zou dit als mijn, low poly, of mijn high poly gebruiken. Um, dan ziet mijn low poly er niet anders uit. Mijn low poly is nog steeds het model wat ik in Maya heb gemaakt. Dus die hele nieuwe voet die ik er nu hier aan heb gemaakt. Die moet dan als een soort van normal map, uh, als een plaatje letterlijk eroverheen geplakt worden. Met wel belichting, et cetera. Normal maps zijn fantastisch om belichting te faken. Um, maar die hele, dat hele silhouet krijg ik natuurlijk nooit. Dat gaat niet werken. Dus wat we bij deze workflow proberen. En ik zal nogmaals de andere workflow. Dus uh, als je bijvoorbeeld zoiets doet, zo'n grote voeten bijmaken. of je maakt letterlijk een model van uitziepers. Zal ik ook nog laten zien, maar dat is echt in de latere lessen pas aan bod. Voor deze workflow houden we het heel simpel. En we creëren een mesh, een high poly mesh. Die dus qua silhouet, dus de buitenste randen, et cetera. Heel erg lijkt op de low poly mesh. We gaan alleen op de surface wat dingen veranderen. Dus dat ga ik nu doen. Ik ga mijn brush even wat verkleinen. En op het moment dat ik hierop teken... Add ik, maar hou ik de alt in, dan zie je dat ik subtract. En dat hebben wij nodig, want ik wil een, uh, een dobbelsteen. En die heeft gaten. Wat het leuke is aan een D6 is dat het uh, cumulatieve, dus de optelsom van de voorkant en de achterkant, altijd 7 is. Dus dat is een hele makkelijke. Dus ik begin met de 5. Nee, ik begin met de 6. Ja, laat ik met de 6 beginnen. 2, 3. 4, 5, 6. En dit is een demo modelletje, dus ik ga het niet helemaal netjes doen als jullie dat uh, accepteren. 7. Nou, dan gaan we hier de 5 doen. 1, 2, 3, 4, 5. En je ziet dat dat qua silhouet, ja, dat verandert eigenlijk niks aan de vorm. Je kunt niet eens in de silhouet terugzien. Stel dat ik hem. Als zwart silhouet zou maken, zou je niet eens kunnen zien dat daar. gaat er nu in zitten. 5 en. 2. En dan heb ik op de laatste nog. de 3. En de 4. Nou kun je natuurlijk wel hele kleine dingen veranderen op het silhouet. Dat is niet zo heel belangrijk. Want een normal map is best wel goed om kleine details ook uh, te faken. Zolang het maar geen echt grote dingen zijn. Dus geen uitstulpsels, geen happen eruit. Maar bijvoorbeeld een krasje erop kan prima. Daar heb ik allerlei leuke brushes ook voor natuurlijk. Ik zal trouwens eventjes wat leuke brushes demoen. Um, de snakehoek, die gebruik ik heel veel. Maar dat gaan we expres voor deze uh, eerste workflow niet gebruiken. Want de snake snakehoek is echt iets wat je gebruikt om materie erbij te creëren. De snakehoek doet namelijk dit. Fantastisch voor van allerlei horens en voor van allerlei uh, uh, spikes op armor en wat dan ook. Uh, voor haar is het ook leuk. Op het moment dat je haar wil creëren kun je dat op deze manier een beetje doen. Fantastisch. Gaan we niet gebruiken, want dat verandert te veel aan silhouet. Um, we hebben hier de pinch brush. De pinch brush gebruik ik heel veel. De pinch brush is namelijk heel fijn om dingen samen te knijpen. Pinch is samen knijpen met je vingers, zeg maar. Um. Dus wat we daarmee kunnen bijvoorbeeld is op het moment dat we een armorplaat bijvoorbeeld hebben, willen we die scherp hebben. Dus dan maak je eerst een armorplaat in een blobbige vorm. Dan ga je hem scherp maken. Wat ik hiermee kan is bijvoorbeeld, dit gaatje gewoon helemaal strak krijgen. Die rand hier bijvoorbeeld. Stel dat ik dat zou willen. Dan ga ik niet helemaal doen hoor. Maar helemaal strak krijgen. Dit. Heel mooi strak. En hier kun je allerlei toffe dingen mee. Fabric bijvoorbeeld is heel leuk om op deze manier een beetje te doen. Uh, even kijken. Tevens hoor je misschien in het geluid al dat ik aan het klikken ben. Ik ben dit met mijn muis even aan het doen. Um, ik raad echt aan met ZBrush, zeker. Ik doe dit altijd met je uh, drawing tablet. Maya is chiller met de muis, vind ik. Maar op het moment dat je met Seabirds bezig gaat, doe je dit met je Turing tablet. Ik heb hem nu even niet aangesloten, dus dat uh, begrepen jullie mij hopelijk. Het hoeft ook niet mooi te worden, dit. Maar je ziet dat je vrij snel een beetje die fabric-y kunt maken, zo. Dus ja, dat kun je voor van alle dingen gebruiken. Leuke, bru Leuke brush gaan we gewoon testen. Um, hier zitten van allerlei toffe brushes. Uh, even kijken. Nou, flatten die maakt dingen plat, Volt, die vouwt randen om als een soort van uh, ja uh, zo'n zo ijsrandje bijvoorbeeld weet je op het moment dat je of een boterrandje uh, op het moment dat je met een mes een plakje boter van iets af schraapt. zeg maar dan krijg je van die rolletjes. dat doet volt een beetje. Uh, even kijken, we hebben de move die gebruiken we heel veel voor grote materie verslepen. Op het moment dat je echt een, uh, een groot onderdeel van een gezicht bijvoorbeeld, uh, de kaak bijvoorbeeld veel verhogen of zoiets. Dan gebruik je gewoon een move brush en dan kun je het in één keer move. En. Ik zal even laten zien wat hij doet. Dus die doet echt dit een beetje. Daarmee kun je dingen makkelijk vertrekken. Ook leuk gaan we nu niet gebruiken want hij verandert te veel aan het silhouet. Nou, allerlei leuke brushjes. wat we. Nog wel even gaan doen. is dus Hier heb je bij Lightbox. En Lightbox, dat is een soort um, browser window, dus waar we ook in het begin ons ding hebben ingeladen. Kun je hier ook naar Brush. En er zijn een aantal brushes die niet standaard in de UI zitten, maar die wel heel leuk zijn. Ik zou ze aanraden om daar eens op te klikken. Want hier heb je een hele library aan dingen die daar niet per se in zitten. Moet ik bijvoorbeeld direct denken aan deze. Deze vind ik leuk om te gebruiken voor dit model, de Slash. Dus die pak ik. Kleinere brush. Lagere intensity, want hij is best heftig. Oh, misschien iets meer intensity. Zoiets wat je ermee kunt, zoals je ziet. Is gewoon wat slashjes erin gooien. Dat kun je natuurlijk ook met allerlei andere brushes. Er zijn honderdduizend manieren om dingen te bereiken in Seabrush. Uh, met de kleebeelden kun je het letterlijk ook. Uh, met uh, van allerlei andere middelen kun je een slash. Met de pinchbrush kun je het bijvoorbeeld ook zelfs. Kun je een beetje een kras erop maken. Maar met dit werkt het ook. Dus ja, probeer wat methodes uit. En je zult zien dat er geen perfecte methoden voor de meeste dingen zijn. Nou, als ik terug ga naar dat, die lightbox. En bij brush, dan heb ik hier ook nog een hele leuke. En dat is de... Arc Flatten is trouwens heel fijn. Die doet eigenlijk hetzelfde als wat ik zo meteen wil gaan doen. Maar ik gebruik hiervoor liever de Trim. En dan klik ik de Trim open. En dan heb ik de Trim Dynamic. Oh nee, de Trim Smooth Borders. Dat is hem. Dus Eerst klik ik aan. En wat deze doet... En dit is ideaal voor dingen zoals steen. Of voor dingen zoals gesleten metaal bijvoorbeeld. Is deze pakt een... Plain, en daar racht hij gewoon materiaal mee af. Hij schuurt als het ware, een soort van. Je hebt uh, een vel en daar ga je gewoon knetterhard mee af. Of je hebt een, een mes en daar hak je gewoon knetterhard een klein junkje van het spul af. Maar voor mij voelt het altijd meer als een vel. Dus hier kun je bijvoorbeeld steen heel mooi mee maken. Dus stel dat ik deze dice helemaal van steen zou willen maken, dan zou dit de brush zijn waar ik het mee zou doen. En je ziet wat hij doet. We willen dus nogmaals niet te veel veranderen aan het silhouet, maar dit soort kleine dingetjes, dat ja, dat is prima natuurlijk. Zo, bijvoorbeeld. Nou, dan kunnen we nog met, uh, weet ik wat, met de kleibeeld op en een leuke alfa gaan spelen. Dus stel ik zou hier allerlei dingen op willen hebben en dit wordt niet te mooi, maar goed, het uh, geeft een, misschien een duidelijk beeld van, uh, van wat je mee kunt. Zo, een beetje krassen overheen. Fantastisch. Dan noem ik het voor nu even klaar. En ik hoop dat jullie er iets moois van maken, maar dit is uh, voor mij eventjes mijn demo modelletje wat ik er nu mee wil is exporteren. Ik ben er nu klaar mee en ik wil hem gewoon lekker exporteren. En ik wil hem naar Substance Painter toe krijgen. Daar kan ik de export knop voor gebruiken. Die zit hier rechtsbovenin. Export. Nou, dan zie je letterlijk een exportraampje. Noem ik hem hier high. d 6 Nou is die geëxporteerd. Vergeet overigens bij Zebris niet vaak te saven. Um, Zebris is nogal uh, bekend om zijn crashes. Nou heb ik niet gesaved, maar dat. Uh, dat moeten jullie mij maar vergeven met zo'n prachtig model als deze. Um, wat ik nog wel wil, bedacht ik me net, uh, en ik hoop dat ik dat in de les ook al van tevoren heb behandeld, uh, maar voor nu is dat. Dit eventjes wat, uh, wat praktischer om het even daarna te doen. Um, is ik wil bij deze, bij mijn low poly mesh in Maya dus, mijn edges nog even smoeven. Het ding is namelijk, hij gaat dus uh, de low poly met de high poly ver, uh, vergelijken straks. En ik wil eigenlijk dat die high poly gaat beslissen over de edges en niet de low poly. De low poly heeft veel edges en die heeft het silhouet. Maar ik wil dat de normals, uh, dus de manier waarop het gerepresenteerd wordt, dat dat beslist wordt door de high poly. Dus het enige wat ik hier hoef te doen, is mijn low poly selecteren. Naar mesh display te gaan en Soften Edge te klikken. Ziet er hartstikke lelijk uit, maar dat maakt niet uit. Um, wat je ziet als je dit niet doet. En heel veel studenten die uh, komen dat tegen, is dat je... Uh, zwarte lijnen bijvoorbeeld op je edges. Hè, tot op het moment dat je straks gaat bakken. Um, als je die is hier tegenkomt, je hebt bijvoorbeeld zwarte lijnen op alle edges die je hebt gemaakt, probeer het dan eens op deze manier te doen. Dus ik ga deze even opnieuw exporteren. Natuurlijk eerst even freezen en history verwijderen. Opnieuw exporteren. Naar mijn desktop. Ik noem hem weer LowFX. Want de OBJ heb ik niet meer nodig. Die heb ik al in Zeeburs gegooid. En daar heb ik al allemaal dingen mee gedaan al. Dus alleen de low.fpx. Daar moet ik dingen mee. Dan mag die uit. En dan ga ik mijn Substance Painter eventjes aangooien. En dat duurt even. Continue. Soms wil hij gewoon wat moeilijk doen met de videokaart die je hebt en dingen. Gewoon negeren. Zo, dan heb ik Substance Painter. En dan zie je hier nog helemaal niks natuurlijk. Dat is de bedoeling. Want wat we gaan doen is namelijk hier. Oh, uh, misschien kan ik hier alvast wat laten zien over de UI. Hier zie je dus alle materialen. En dat krijg je wanneer je hier onderin... Je materials aanklikt. Dan heb je allerlei soorten materialen. Ik heb hier ook wat custom mee tussen zitten, maar die hebben jullie natuurlijk dan waarschijnlijk niet. Uh, maar je hebt hier allerlei soorten materialen staan. Die kun je gebruiken. Je hebt hier ook smart materials staan. Die gaan we ook gebruiken. Smart materials zijn namelijk materialen uh, die werken met je model samen. Dus met je texture maps werken ze eigenlijk samen. Als je straks wat gebakken hebt en je hebt uh, dus je low poly op je high poly gebakken, dan zul je zien dat uh, deze smart materials dus uh, rekening gaan houden met bijvoorbeeld je randen. Rekening gaan houden met waar je plane zit, met hoe je model staat, met allerlei leuke dingen. Uh, met creases bijvoorbeeld, dus uh, inhammen bijvoorbeeld in een object. Nou hebben we deze ook nog straks nodig: dat zijn smart masks, en die doen eigenlijk een beetje hetzelfde. Maar die geven jou de touwtjes in de handen. Betreft uh, hoe jij ze wil gebruiken. Deze doen alleen maar het effectje, zeg maar. Dus die geven niet het materiaal erbij mee. Wat ik nu wil, is mijn model inladen. Ga ik naar File, Nieuw. Dan kan ik hier Select klikken. En dan kan ik hier mijn uh, model even opzoeken. D6-low.fbx Open. Oké. Okay. En dan zie je hier mijn model. Nou zie je dus dat dit de low poly natuurlijk is. En we willen die high poly er overheen gebakken hebben. We willen het detail terug hebben van de high poly. Maar wel op de low poly, want... Uh, dan is het licht voor de computer om te draaien tijdens games. Um, tijdens het game development proces en voor de speler straks. Maar dan is het alsnog hartstikke mooi. Dus dat willen we gaan bakken. Eigenlijk voordat we iets anders gaan doen. Want we kunnen al gaan textureen, et cetera. Maar we willen eigenlijk eerst gaan bakken. Ook dat bakken nogmaals werkt dus met je smart materials en je smart masks samen. De gebakken maps. Die we dus zo meteen gaan bakken, die komen in je projectmap terecht straks. Dus ga je ze terug kunnen vinden. Hoe we gaan bakken, dat is een hele simpele. Heel makkelijk gelukkig in Substance Painter. Je hebt het echt in een paar klikjes gedaan, maar het is een hele goede om eventjes op te letten. Um, dus probeer deze knop ook te volgen. We gaan hier naar rechts, naar Texture Set Settings. De texture set settings kun je ook hier vinden. Mocht je die niet in je UI hebben staan, kun je ze bij Windows, Views, de Texture set settings vinden. Klik hem aan, gooi hem erin. Wij moeten daar gewoon heen. Als het goed is, staat hier al ergens hier rechts gemount de set, Texture set settings. En dan op het moment dat je een beetje naar beneden scrolt, zie je Big Mesh Maps staan. Daar gaan we op klikken: Big Mesh Maps. Krijg je een raampje met allerlei dingen om te veranderen? Dat vergt wat uitleg. Wat we hier zien, bijvoorbeeld, is. Uh, we zien hier onze high definition meshes. Hier gaan we ook onze high poly inladen. Dat ga ik doen door hier op dit, lage, dit uh, nieuwe blaadje te klikken. Zo'n nieuw page-icoontje. dingetje. Icoontje. Dan ga ik mijn D6 high pakken. Gedaan. Staat die klaar? Dit, deze twee cijfertjes, dat is dus de vergelijking die je maakt. Uh, mocht hij niet helemaal lekker bakken en mocht je net iets te ver van je looppolly weg zijn gegaan, bijvoorbeeld, probeer je dan deze afstand iets te vergroten. Mocht die per ongeluk, omdat je twee mesjes dicht op elkaar hebt, je kunt bijvoorbeeld bij karakters bedenken dat je een jurk vlakker over een been hebt zitten, waardoor die afstand zo klein is uh, dat het been geprojecteerd wordt op de jurk dan wil je die afstand juist verkleinen. Daar moet je een beetje mee spelen. Um, voor nu denk ik dat dit prima is. Ik heb geen hele gekke dingen gedaan, dus ik laat hem lekker zo. Misschien dat ik hem voor de gein eventjes wat hoger zet. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Nogmaals, we hebben geen gekke dingen hier gedaan. We hebben het redelijk aan het model gelaten. Nog één ding wat we moeten doen. En hier zie je die laagstreep high en laagstreep low trouwens ook terug. Dit zijn dingen waarmee je standaard... Uh, tientallen objecten tegelijk dus kunt laten bakken. Hartstikke fijn. Um, en de industrie gebruikt dat heel veel voor grote meshpacks. Gaan wij niet nodig hebben, maar een goede manier om uh, dus dingen aan te leren. Um, het enige wat we nog nodig hebben aan te passen is de ID-map. En de ID-map hebben we eigenlijk wel nodig. Althans, daar kunnen we lekker mee werken in uh, allerlei. Uh, uh, in allerlei uh, smart materials bijvoorbeeld of in uh, allerlei smart masks dus die willen we wel hebben, maar op de manier waarop die standaard staat ik klik hem even aan, ID map werkt die niet. En dat komt puur omdat we geen uh, material color hebben we hebben namelijk geen kleur aangegeven op onze verschillende materials. Wat je bijvoorbeeld kunt doen, en dat zal ik ook later nog een keertje uitleggen tijdens de texture les uh, is dat je uh, bijvoorbeeld een clown pass maakt met verschillende materials op verschillende plekken. En een clown pass gaat over het uh, echt fel inkleuren van verschillende materials bijvoorbeeld op een model. Zodat je heel duidelijk kunt zien waar bijvoorbeeld een stukje glas is en waar een stukje hout is en waar een stukje metaal is bijvoorbeeld. Hebben wij niet gedaan. Dus we willen die material color naar mesh ID polygroup gooien. Dan gaat hij dus de meerdere polygroups gebruiken. Dus niet zo hele relevante informatie nu. Gaat het puur omdat je het doet, dan werkt het. Scrollen we weer helemaal naar boven. Dan kun je de output size veranderen als je dat zou willen. Het leuke van Substance Painter is dat het non-destructive is. Um, en dat gaat over het feit dat uh, alles wat je een beetje verandert. Uh, of alles wat je in grootte bijvoorbeeld verandert, et cetera, gaat via een algoritme. Wordt dat weer opnieuw berekend. Wordt dat weer opnieuw geprojecteerd, opnieuw uh, gecreëerd. Een soort van. Uh, Procedurally gecreëerd. Um, dus het feit dat je het nu bijvoorbeeld op een laag format zet en je computer daar fijn mee kan werken, uh, betekent niet dat je later het allemaal opnieuw moet doen, bijvoorbeeld. Je kunt vaak dingen gewoon letterlijk upscalen en dat zal ik in het laatste, of het laatste moment ook laten zien. Wat we nu kunnen doen, is: bake of het hele materiaal, of bake alleen de selecte textures. Maakt eigenlijk voor nu ons, bij ons niet uit. Um, dus we gaan lekker bakken. En nu zie je hem nadenken. Press ok. En nu zie je wat hij gedaan heeft. Hij heeft letterlijk de high poly over de low poly heen gebakken. En dus zie je ook op het moment dat je echt van de zijkant kijkt dat die schaduweffectjes hartstikke fake zijn. En toch werken ze met belichting. En dat is wat een normal map doet. Normal map geeft dus het idee aan uh, dat er uh, dingen gebeuren in een reliëf bijvoorbeeld, terwijl dat niet zo is. Hier zie je bijvoorbeeld wel die krassen die ik hier heb gemaakt. Um, die zijn iets te low poly om voor deze texture te lezen. Omdat ik maar 512 had. Um, dus ik kan hem nog wat hoger gooien. Ik kan hem nog een keer bakken, bijvoorbeeld. Maar dat hoeft niet eens. We kunnen hem ook gewoon zo eventjes laten. Want we kunnen altijd op het laatst nog een keertje opnieuw de dingen berekenen. Kan ik bijvoorbeeld hier pk in doen en dan pak ik hem nog een keertje. En dan zie je dat hij al wat beter bakt. Zo. Maar dat kan dus ook op het eind. Wat je wel ziet, dus inderdaad, is dit soort kleine detailjes die hier echt een deuk geven, die bestaan helemaal niet. Het is allemaal fake. Um, dus vandaar dat je heel erg moet uitkijken met de silhouet. Kun je juist ook natuurlijk meespelen. Maar dat uh, is maar net wat je wilt. Um, daarna willen we gaan texturen. Nu hebben we eigenlijk het hele model al, maar we willen alleen nog een texture. Nou, texture werkt in Substance Painter net wat anders dan in bijvoorbeeld 3D code, waar je letterlijk gaat lopen, brushen eroverheen. Als een soort paardij gaat lopen, schilderen. Um, Substance Painter werkt meer met layers. Dus het wil eigenlijk materialen erop gooien die zelf nadenken over hoe ze moeten gaan liggen. Zelf gaan projecteren over hoe ze moeten. Uh, gaan liggen op zo'n model. Nou heb je hier allerlei standaardmateriaals bijvoorbeeld. Je hebt hier een layersysteem. Het layersysteem lijkt heel erg op dat van Photoshop. Layers kun je hier ook weer openen. Kun je ook weer via je. views openen. als je die niet hebt. Ik heb hem hier gewoon staan. jullie waarschijnlijk ook. En dan kun je gewoon materialen inslepen. Wat je bijvoorbeeld kunt doen is. stel dat ik een gouden dobbelsteen zou willen hebben. Nou, dan pleur ik hier een goud in. En dan heb ik een gouden dobbelsteen. Wat als ik nou alleen dat goud wil hebben op bepaalde plekken? Dan ga ik niet lopen brushen. Want het, het ding een beetje met brushen is. En dat zal ik ook even demoen. Stel, ik heb een... Uh, nou, een fabric... Absurd vintage als materiaal. Dat best wel een goede textuur heeft, zoals je ziet. Het heeft best wel een flinke textuur. Op het moment dat ik er ga lopen brushen, dan zie je dat die textuur zichzelf constant herhaalt. Hij stampt, Net zoals dat in Photoshop gebeurt. Je hebt een soort van texture brush en die stampt gewoon veel te vaak. Je heeft niet genoeg spacing daarvoor, etc. Dat wordt nooit mooi. Dus wat je eigenlijk wil, is dat het hele materiaal eerst goed laten verdelen. Verdelen. Dankjewel. En dan zeggen: uh, Niet alleen dat die een stuk kleiner moet worden, zoals je ziet, maar ook waar laat ik hem zien en waar laat ik hem niet zien. Dus ik ga hem eerst even kleiner maken. Dat kan ik gewoon doen door het materiaal te selecteren en hier bijvoorbeeld de scale aan te passen. Ah, zoiets, denk ik. Nee, zo. So, ja, yeah, perfect. En dan wil ik hem echt alleen maar op bepaalde plekken hebben. Dus dan kan ik op dit, deze laag. Rechter muisknop doen en dan bijvoorbeeld add black mask. En add black mask doe ik in plaats van add white mask. Add black mask gaat over. Um, het is nergens te zien en ik laat het zien door wit erin te tekenen. Add white mask is precies andersom, het is overal te zien en ik add zwart om het weg te halen. Black mask werkt voor mij het fijnste want dan is het nergens te zien en dan zet ik het op bepaalde plekken aan. Nou, dat kan ik letterlijk. Met een witte brush. Dan moet ik bijvoorbeeld even een materiaal kiezen wat. een beetje wit is. Kan ik hier gewoon. even kijken hoor. Dan moet ik de grayscale eventjes zo helemaal op wit zetten, want hij stond nu op een soort van grijs. Kan ik hier gewoon het materiaal aanzetten kan ik hier letterlijk het hele model bijvoorbeeld onder gaan painten of ik kan het op specifieke plekken doen. Dat is een manier om het te doen. Een Veel efficiëntere manier is bijvoorbeeld door het op bepaalde plekken te laten komen die in de topology al, als bepaalde plekken worden aangegeven. Ik moet bijvoorbeeld denken aan uh, de faces hier. Dat kan ik hier bijvoorbeeld met de polygon fill doen. In de polygon fill heb je hier bovenin een aantal verschillende plekken: mesh fill, chunk fill. Polygon fill. Nou, ik gebruik nu gewoon polygon fill. Dan kan ik gewoon klikken. Dan komt het daar naar voren. Laat ik even die dubbelsteen fatsoenlijk gaan maken. Dus ik wil niet die papik, maar ik wil een, uh, een goud. En dan wil ik ook niet een normale goud, want ja, goud is leuk, maar ik wil eigenlijk dat al die toffe details die ik heb gemaakt ook iets gaan doen daarmee. Dus ik wil een smart mask gaan gebruiken of een smart material. Dus dat dat. Een beetje sens maken. Dat er iets meer vuil in die hoeken zit. Dat er misschien iets meer beschadigingen op de hoeken komt. Lijkt me leuk om uh, wat glimmende randen te hebben. Op het moment dat iets een beetje hard wordt aangeraakt en geschaafd wordt, wordt het vaak meer glimmend met uh, metaal. Dus ik wil een smart material pakken. Met mijn smart materials heb ik ook hele toffe. Nou. Even kijken. We hebben allerlei toffe materialen: brons. Bronze Armor is leuk. Bronze Armor is een hele toffe. Dat lijkt een beetje op. Uh, nou ja, Bronze Armor. Een beetje op oude standbeelden, et cetera. Sleep ik erin. En je ziet wat het doet. En Het houdt direct ook rekening met bijvoorbeeld de hoeken, zoals je ziet. Fantastisch. Dit ga ik tijdens de ook heel erg uitleggen hoe we dit precies gaan maken. Hoe we zo'n smart material zelf maken. Um, maar nu kun je deze, voor nu kun je deze alvast gewoon lekker gebruiken bij deze dobbelsteen natuurlijk, maar ook bij de munt die we als het goed is hebben gemaakt tegen de tijd dat je deze video ziet. Black mask en dan wil ik hem juist op bepaalde plekken wel hebben. Wat ik nu ga doen is ik wil hem eigenlijk overal hebben. Dus ik maak een white mask en ik wil hem op deze plekken niet hebben. Dus ik wil die randen eigenlijk gewoon goud hebben en de rest niet die midden. Middengedeeltes. Zo. En dan kan ik natuurlijk heel lui zijn. En gewoon een ander stukje textuur erin kleuren. Er onderin. Nou, zullen we eens voor op hout gaan, bijvoorbeeld. Tevens deze zijn ook erg leuk. Deze laten heel duidelijk zien wat er gebeurt bijvoorbeeld met... Um, je maps die je gebak hebt. Want die werken dus met bijvoorbeeld de curvature map. En de curvature map die gaat over de randen. Dat heb ik als het goed is in de les ook al een beetje uitgelegd, maar die gaat over de specifieke edges. Die gaat over uh, het feit hoe scherp hoeken lopen. Um, die houdt rekening met de thickness map, met wat dan ook voor verschillende maps. Um, met uh, de dinges map ook. Met de occlusion map houdt hij ook rekening. Occlusion gaat over hoe makkelijk belichting ergens komt. Ambient occlusion is een term die we bijvoorbeeld in visueel denken 1 al behandeld hebben en visueel denken 2 ook een beetje. Um, dat gaat over hoe makkelijk licht op bepaalde plekken komt. Daar houden deze heel makkelijk rekening mee. En dan krijg je dit soort effecten bijvoorbeeld. Die kun je ook allerlei leuke assets meemaken. Post-apocalyptische assets zijn natuurlijk heel makkelijk ermee. Ja, even kijken, je hebt een, uh, nog een hele toffe tank. Ja, deze. Als je Tweede Wereldoorlog speel maakt. Gebruik dan bijvoorbeeld zoiets. Hartstikke leuk om te doen. Die houdt ook rekening trouwens met de world position. En nogmaals, dit soort dingen gaan we allemaal behandelen tijdens de, te tijdens de texture les. Um, en daar gebeurt dus dit een beetje mee. Dat is hartstikke leuk. Kunnen we allemaal gebruiken. Even kijken, wij gaan nu voor hout. En ik kleur hout er nu gewoon onder. Want dan hoef ik niet uh, opnieuw de materiaal te veranderen. Nou, we heb ik een houten dobbelsteen. Hartstikke mooi zo. Je ziet zelfs dat die van die krassen, daar zie je wat meer fel. blijven haken. Dat doet deze smart material heel mooi. En ik zal jullie dus nogmaals tijdens de les ook laten zien. Uh, hoe je dat... Doet. Hoe je bijvoorbeeld zorgt dat het hier wel achter blijft hangen, achter die gaatjes, of hoe je uh, specifieke dingen creëert. Maar voor dit, voor nu, uh, was dit zeg maar de meest basis-tutorial. Hier kunnen jullie gewoon lekker mee aan de slag. Uh, en dit is ook het begin van uh, de hele pipeline. Dus van low poly mesh naar sculpte details, naar een bake en naar een texture. En dat zijn de simpele stappen die je eigenlijk moet kunnen ondernemen. Kun je dit, dan kun je dit uitbreiden met honderdduizend verschillende tools en verschillende smaken en verschillende textures en wat je dan ook maar wil. Ook dit kun je bijvoorbeeld heel makkelijk exporteren naar Photoshop en daar dan nog met de hand overheen peinten. Um, je kunt er allerlei leuke dingen mee, maar dit is de basis. Als je dit snapt, dan heb je een begin. Hoe je dit vervolgens dan gaat exporteren, dat is ook nog een ding natuurlijk. Is we willen hier naar file, export textures. En hier kun je allerlei templates zoeken. Je kunt een plek aangeven deze templates die zijn ook heel fijn. De templates die, uh, uh, die geven je een bepaalde plek om of, naar, of een bepaalde manier van exporteren. Die geven je dus een uh, een set van dingen die standaard is voor een bepaald stuk software. Je hebt bijvoorbeeld voor uh, Sketchfab heb je een specifieke, voor Unreal heb je een specifieke, van allerlei. Dingen heb je een specifieke. Uh, even kijken. Nou heb ik deze uh, Substance Painter pas sinds gisteren weer. Uh, deze nieuwe. Dus ik zit heel even te kijken waar je dat ook alweer aanzet. Want ik had uh, bij mijn andere had je dat letterlijk in het eerste scherm. Al bij de oude. Maar ik denk dat je het gewoon hier aanklikt. Vraagteken. Maar wel. Oh ja, hier. Gewoon bij die template klik je het open. Dan kun je gewoon kijken waar je het uh, naartoe wil exporteren. Mocht je het naar Sketchfab gooien, nou klik gewoon lekker Sketchfab aan. Mocht je naar Unreal gooien, even kijken, klik gewoon lekker Unreal aan. En dan heb je hier, kun je zien wat je dan precies exporteert. Dat zijn ook de losse maps die je dus impl implementeert. Uh, en daar gaat Wiebe verder over vertellen. Ik zal het misschien ook nog wel eventjes zien in een van de latere lessen. Maar hoe je dat nou gewoon naar Unity gooit. Heel eenvoudig, heel snel. Uh, is in Unity ook niet moeilijker dan gewoon dingen erin slepen en in het juiste vakje slepen. Um, dus dat gaat jullie allemaal lukken. Hier heb je Unity nog bij. Allerlei andere dingen. Ik zal het voor nu eventjes naar een Sketchfab gooien. En dan gooi ik het ook naar mijn desktop. Zodat ik het even kan laten zien snel. En dan uh, hoef je eigenlijk hier niks aan te veranderen. Tenzij dat fouten geeft. Maar dan uh, ga je hier pas in zo weer. kan ik hier nog zien wat hij exporteert. Albedo. Dat gaat over de uh, kleur. Roughness, dat gaat over hoe ruw iets is, hoe glad iets is. Metallic, dat gaat over hoe metaalachtig de shine bijvoorbeeld ervan is. Uh, metaal heeft natuurlijk een hele specifieke manier van shine. Normal, die is belangrijk natuurlijk, dat gaat over alle uh, 3D-details die erop zitten. En Ambient Occlusion, dat is een map die gaat over uh, waar licht makkelijk naar binnen kan komen en waar dat juist niet kan. Heel handig om te gebruiken. Export. En je exporteren. En deze. Exporteert hem dan ook automatisch. Althans kan hij automatisch uploaden naar Sketchfab. Heb ik niet gedaan nu. Wat de Sketchfab upload trouwens nog doet. Is het gooit het in, uh, in een zipje. Dus dan moet je het even uithalen. Dit zijn de. Files. De Unity en Unreal, et cetera, geloof ik doet dat niet eens. Dus die gooi je gewoon los neer. Maar dit zijn dan de maps die je op een gegeven moment exporteert. De bleeding die er een beetje naast zit, dat doet hij expres. Om het een beetje uh, makkelijker te maken voor een computer. Om net een pixeltje fout te zitten bijvoorbeeld. Dan zit er alsnog informatie in, dan krijg je geen witte randen en zo. Dus uh, dat heet Dilation. Dat doet hij automatisch. Nee, dat heet niet dilation, dat heet. Even kijken. Padding. Padding heet dat. Um, dus dat. Dat zijn de losse maps. Uh, en die kun je dan naar Unity gooien, naar Unruh gooien. De meeste presets werken ook voor andere dingen hoor. Dus uh, je hoeft echt geen Sketchfab preset te gebruiken om op Sketchfab te kunnen uploaden. Je hoeft echt geen Unity uh, te gebruiken om naar Unity te uploaden. Uh, maar als het er toch is, waarom niet? Dus dat is de basis, nogmaals. Um, ik hoop dat het een beetje duidelijk was. Ik hoop dat jullie een beetje uh, begrijpen wat de pipeline is. Nogmaals, breid hem uit met allerlei dingen. Ga ermee spelen. Um, dit soort workflows zijn uh, fantastisch om gewoon dingen uit te proberen. Um, dus ik hoop dat het een beetje lukt. Succes!